tijd om schoon te maken. Dat broedhuisje voor de eenden is opgeruimd. Ze kunnen daar de kippetjes niet meer in leggen. Ze kunnen ze alleen maar op de aangewezen broedhokken binnen lekker leggen. En dan hebben we nooit meer oude eieren en altijd lekkere verse. Nou, er zaten wat stenen, die heb ik hier bij deze bomen gezet, zodat de kippen hier de boel niet meer kapot kunnen schoffelen. En hier wat meer, blijvend zand kan ontstaan voor de zwarte bes. Daar ben ik zuinig op, daar heb ik er maar één van. Hier heb ik de bessen even doorgeknipt. Dan heb ik weer een nieuwe struik. Wel even netjes ingraven. Ja, deze begint ook al knoppen te krijgen. Dus dan is de wortelaflegging een succes. Als de nieuwe plant heeft opgeleverd. Oh jee. Daarom is het maar goed dat ik de tweede deur dicht heb. Want ze mogen nog niet los vandaag. Nou, ga ik even die kratten opruimen. Betrapt. Ja, wat doen jullie hier, hè? Hele mooie, vitale, gezonde kippen.